graancirkels zijn patronen in het koren die ontstaan doordat de graanstengels worden platgelegd. Het zijn eigenlijk geen cirkels, maar ingewikkelde tekeningen. Ze komen niet alleen in graan, maar ook bij andere planten voor. Een van de eerste meldingen van een graancirkel komt uit 1678. Het is een verhaal over een akker die door een duivel is gemaaid, op een manier waarop een mens het niet zou kunnen. Er is een plaatje bij van een vorm in het graan met een duiveltje dat met een zeis aan het werk is.